Goedemiddag, ik ben Jardo en dit is Pikmin 2. Have fun! Ja! Tijd te zwaaien! Konijntjes voor de win! Bunny! Wat een mooi sneeuwrig openingetje voor de volgende Let's Play. Goedemiddag allemaal en welkom bij deze nieuwe Let's Play van Pikmin 2. Ik ben er weer, ZeldaPlayer20. En het heeft lang geduurd, ik heb heel veel requests binnengekregen om weer een keer Pikmin te gaan doen. Dus bij deze, zonder enig oponthoud, gaan wij dus ook weer Pikmin doen. Nou, zoals jullie kunnen zien, ik heb geprobeerd een beetje een testveld te doen, maar die is zo lang geleden geweest. Ik ga deze gewoon uitgooien. Yep, en we beginnen gewoon met een verse start. Zoals altijd hebben we 3 save-files. Eerste die gebruiken we voor onze Let's Play, tweede gebruiken we voor een kopietje, mocht er iets misgaan tijdens de opnames, en de derde blijft gewoon leeg. Zonder enig oponthoud, laten we maar gewoon gelijk even induiken en laten we maar eventjes gaan kijken wat we ermee gaan doen. Hokotip Fried is a long-haul deep space shipping company. One day, its employer of an emirate, Captain Olimar... ... crashed on an uncharted planet while an investor... The text got filled too snel. There was aided indigenous creatures which he called Pikmin. In the end, Captain Olimar escaped. Dit is allemaal gebeurd in de eerste... in Pikmin 1. But Olimar absence, his employer, Hokotip Fried, ran into financial difficulties. Oftewel, ze hebben geldproblemen. Dat schipje kennen wij nog wel. Het geluid zit veel te hard. Volgens mij krijgen we een echo van hier tot nog in. Captain Olimar. Returning back home. Planet Hokotate. Hokotate Fright. Het ziet er heel erg gezellig uit. De president van de Hokotate Fright en local employee Louis. Oké, leuk. I'm so glad you saved us, very glad. Quite glad, but... Sadly, I have an announcement that is not so glad. Our company is going under. Yes, we're finished. On his first mission, Louis here met a refined space bunny. And the entire load of golden pick carrot brand was eaten. I took an enormous loan to repair the debt from this loss. I decided to sell off corporate assets to repay the loan. Daar hebben we zoveel moeite voor gedaan, hè, voor dat schip. But the only asset we had to sell was your ship, the SS Dolphin. As for the rest of the loan... We have no money to repay it. Olimar, what is that? You brought back a souvenir for your kid? Whoa! What's the miss me? Oh, Louie. Treasure, treasure, treasure! Money, 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 money! In a valentine of a cosmic treasure, this act of it is worth... 100 pokos! This thing is more worth than 100 pokos? That's more than a year's salary! Hoho! Ja, sorry, zijn... Hoor je het? Hij praat echt zo! There's more on the planet! Take every day after that! Louis, you don't look alive! You must depart immediately with Captain Olimar! Oftewel, we moeten terug naar de Pikmin planeet om te kijken of we dus meer van die treasures kunnen vinden. Maar 100 pokos is dus meer dan een jaar salaris. Wauw! Dat is nogal. Dus als 100 poko's een jaar salaris is. Meer dan een jaar salaris. Nou, laten we zeggen 2000 euro. Dus meer dan een jaar. Of 20.000 euro is dus normaal een jaar salaris. Als je 2000. 24.000.
Het is veel waard. Laten we daarop houden. Ik ben altijd degene die dan gaat rekenen. En dat moet ik allemaal niet doen. Maar goed, sorry voor die voice acting. Er zal niet veel voice acting in komen. Want het wordt alleen het schip die blaert nogal veel. En op een of andere vage manier vinden we het nogal leuk om in plaats van gewoon rustig te kunnen langen, altijd te kunnen crashen. Ik kan ook nooit rustig uit mijn schip springen. That was close. I am very addicted to crash landing running diagnostics. Als we weer shipparts moeten gaan verzamelen. Alert danger, Louis is missing. He must have somehow fallen out of his cockpit. He is not responding via his communicator. He is either flooding protocol or in danger. Aww. Olimar, you must find Louis before he freezes to death in the cold of this planet. Wait a minute. Look. Look! Over there! What is it? Okay, now Pikmin! Could these be Pikmin? They look like they were about to devoured as we speak. You must help them. Ja, tutorial. We gaan een tutorial krijgen. Dat is mijn taak, spaceship. Oké. Okay. Ik speel dit via de Wii. Dus via de Wii gebruiken we dus zeg maar nou de control, de Wii en de nunchuk. Want je hebt dit namelijk ook op de GameCube. Maar ik speel de Wii-versie. Vind ik fijner. The Pikmin were on the other side. They seem to remember you, Captain Olimar. How fascinating. Ja, heel fijn. Give them instructions and do not delay. Ik ga nou uitleggen hoe dat dan werkt, maar dat doe je lekker zelf maar. Nou, dus zoals je al ziet, het is point and click. Dus de cursor die kunnen we dus overal naartoe. Met B doen we fluiten. En we kunnen dus op hem mikken en op A drukken om eventjes wat Pikmin te gooien. Nou, deze bolbor... Ja, ik ben heel slecht met de namen van Pikmin. Nogmaals, mijn excuses daarvoor. Het zijn een beetje zeg maar de Goombas van de Pikmin-serie. Eén Pikmin bovenop en een harses en we zijn blij. Ondertussen, in de eerste... Dit lijkt dat het de hele tijd irritant gaat worden, maar in de eerste aflevering gaat hij, ik weet niet hoe vaak, lopen te zeuren en praten. Attention, Captain Olimar. I have just realized I'm in communications link with Louis. It is fortunate we have managed to confirm his safety, press minus to communicate with him. I am quite interested in the details of his condition. Oké, dus we moeten op de min-knop drukken. Want ja, Pikmin 2... Wat ook... Oh, zo, mijn beeld hier. Zo, mijn... Kijk, ik had alle kanten op. Komt omdat de zon ergens op schijnt of zo? Jeetje, ik hoop dat het niet een probleem gaat worden. Maar goed, je hebt twee kapiteinen. Dit kan heel erg handig zijn. Louis, you dolt! Louis, allow me to assess your access, whatever the condition. As well as safety protocols, are you all injured? Nobody cares. Is that so? That my concerns are eased. Our communication link shows that you are nearby. Can you make your way to the location and rejoin us? I will navigate for you. Je kunt op de plusknop drukken. Oh, wat leuk. Oké, okay, nou. We kunnen dus op de plusknop, dan zien we dus zeg maar de map. Interessante map. Heel erg leuk. Dus, nou, in tegenstelling tot Pikmin 1, waar je 30 dagen had om te overleven, heb je hier oneindige dagen. Maar daar zullen we later wel op komen. In ieder geval, als we hier naartoe komen, mijn Wiimote gaat echt alle kanten op, zeg. Ik hou hem gewoon stil. Oh, ik zie het al. Louis, the other object before you appears to be one of the onions mentioned in Olimar's report. Ach, kijk nou toch eens, we herinneren die dingen. Wat is dat? Die ogen van Louis, geweldig. The city onion injected just sprouted according to Olimar's report. It can be plucked with A. Goh. Laten we dat maar doen dan. Ah, kijk dan. Chuka camera is al gelijk beginnen. Steve! Oké. Louis, this must be the one of the Pikmin creatures from Olimar's report. It is staring at you. Your soul will be his. You can use A to throw a Pikmin and it's you. Blah, 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 blah. Die tutorial dinges. Nou ja, Louis is nieuw tot Pikmin, dus die snapt er helemaal niks van. Waarom volg je mij?
Juist. Nou, dan kunnen we dus zeg maar eindelijk beginnen met een beetje met de basic controls. Wat we moeten doen is een beetje meer Pikmin maken. Nou, dit zijn zeg maar pallet posies. En pallet posies die zorgen ervoor dat we meer Pikmin kunnen hebben. Een eentje met een rode, ja, erop, die kun je naar de onion brengen. En dan krijg je dus zeg maar meerdere Pikmin. Dit kan heel eventjes duren, dus we moeten hier eerst eventjes harvesten. En dan krijgen we dus het tutorial te zien dat elke keer als we dus zo'n ding erin gooien, dat er twee Pikmin zullen verschijnen. Als je de kleur matcht met de kleur zeg maar die de pallet heeft, dan zorgt het ervoor dat je zo zeg maar ja, een bonus krijgt van Pikmin. Maar goed, dit is allemaal nog tutorial. Ja, het is de onion en dan kun je nog vaker. En je kunt op A blijven tappen om sneller te plukken. Dit is allemaal een beetje de tutorial zeg maar voordat we ons avontuur gaan beginnen. Dus hoppakee, je kunt ook zeg maar de Pikmin direct bovenop gooien. En ik probeer een beetje te mikken, maar op een of andere vage manier wil mijn Wii-controller niet echt lekker meewerken. Dat vind ik eigenlijk best wel jammer. Hier, zie je, hij past alle kanten op, alsof hij ergens op gereflecteerd wordt. Dus dan ga ik daar even proberen te fixen. Geef me even een seconde. We hebben sowieso het geluk tot... Ja, dit werkt al. Nou, hij past nog een beetje, maar lekker belangrijk. Maar ja, we hebben alle tijd de eerste dag, dus daar hoeven we geen zorgen over te maken. Dus ja, laten we eventjes onze nummers eventjes groeien. Door hier eventjes alle pigments op te gooien. En ik weet zeker dit Wii gebeuren, dat gaat mij dadelijk al zo overschrijden. Het is lang geleden dat ik een Wii-spel heb gedaan eigenlijk. Dus ik moet weer een beetje wennen aan de controls. Blablabla. Ik weet niet waarom dat mijn sensor zo moeilijk doet, maar... Sensorproblemen, aflevering 1. Als ik me niet vergis, zit hier ook nog ergens een andere. En kijk hier nou toch eens. Sluipreclame! Duracell, geef je energie! Dat weet je wel van de Duracell Bunny. Perhaps this object is one of the treasures that are searching for. Het is een batterij. Oh, sorry. Het is een batterij! The only reason we found it here is because we have a crash landed. Unfortunate. I would like to appreciate him, but we must regroup with all of my first. Can you see him? Can you see him? Can you see him? Can you see him? Oké. Okay. Ja, je kunt de camera dus bijstellen door op de pijltjes van de Wiimote te drukken. Je kunt op Z drukken, dan komt de camera automatisch achter je. Een beetje als, een beetje als in The Legend of Zelda. Nou, we hebben dus nu een paar Pikmin. En we moeten onze Pikmin dus zeg maar hier even bovenop gooien. En we hebben er 15 nodig. Nou, we hebben er 9 hier. We hebben er 5 hier. Dus dan komen we bij Louis' kant er nog een paar tekort. Dus dan gaan we heel even kijken. Want volgens mij hebben we er net al een paar weer gesprout. Tenminste, dat hoop ik wel. Maar volgens mij kun je iets van 20 of 21 Pikmin zeg maar de eerste dag te pakken krijgen. Oké. We hebben er nou 16. Ga ik heel even kijken, want ik weet ook zeker dat er nog ergens... Nee, echt niet. Zeker weten. Eenmaal, andermaal, nee. Oké, nou, we hebben er 16, dus op zich niet zo verkeerd. Maar goed, dan kunnen we dus zeg maar deze brug hier openmaken. Het is een kartonnen papieren zak die... jongens. Beetje sneller lopen jullie, hè? Kom op! En zo persen wij al de lucht eruit. We zijn weer saampjes. Hi. Hurra. Echt, die toeten van jou is irritant. Captain allemaal, Louis. You are reunited at last. This has been a troublesome start to a trip. Nee, dit is alleen maar gewoon een excuus om een tutorial te geven. By now you must say if you're going to do anything, correct? Van nou ja. Ja, ja, ja. Leg ik uit. Goed. Welkom bij Pikmin bij de standaard controls. Je hebt twee kapiteinen bij je die je dus zeg maar ook nog eens in een kitchen neer kan zetten en ergens anders kan laten staan. Iedere captain kan zijn eigen groep met Pikmin bij zich hebben. Bijvoorbeeld, we hebben hier onze Louie. Louie pakt nu heel eventjes daar een paar Pikmin van en dan swappen wij over naar Olimar en die pakt de overige Pikmin. Zo kun je dus zeg maar een verschillende groep van Pikmin halen. Je kunt ze zeg maar met rust laten door op de C-knop te drukken. En je kunt ze gooien door op de A-knop te drukken. Kapiteinen kunnen niet gegooid worden. Je kunt de Z-knop gebruiken om de camera te kunnen draaien. Bladibladibladibla. Met min kun je dus van kapitein veranderen. Heel erg leuk. Goed. Deze die kunnen wij heel eventjes nou plaatsen zeg maar. Om ervoor te zorgen dat hij dus zeg maar netjes weinig thuis komt. Of ja, deze die kunnen wij ook harvesten voor extra Pikmin. Dus dat is alleen maar gunstig. Ik ga iets verder van mijn microfoon zitten, ook iets beter kan richten, jongens. Dat is misschien iets fijner. En als we hier dus zeg maar een Pikmin opgooien, dan zien we dat we daar 35 Pikmin voor nodig hebben. Dat hebben ze expres gedaan, zodat je daar nog niet naartoe kan op dag 1. Aangezien dag 1
je oneindige tijd hebt. Nou, als ik me niet vergis, hebben wij hier ook nog een paar pelletposies. Ergens. Misschien. Hi, Schip. Je houdt je mel nu. Ik dacht toch echt dat hier ook nog iets zat. Want volgens mij kon je... toch iets meer als... de Pikmin die we nou hebben. Dus ik ben heel even aan het kijken. We moeten toch even wachten op Bluey. Of op die Pikmin om eventjes terug te komen. We hebben hier die batterij. En die batterij die kunnen we ook gelijk meenemen. Hoeveel kost die? 15 Pikmin? Oh, die moeten nog even graven. Doen jullie maar even graven, jongens. Werk! Werk voor mijn geld! Weet ik veel. Doe iets! Gewelddadigs. Oh, daar hebben we de 20 voor nodig. Oké, nou, jullie blijven daar heel eventjes staan. En daar zijn onze 20 Pikmin. Nou, ik krijg er precies 20. Ik dacht dat je er iets meer te pakken kon krijgen, maar ik zie echt nergens weer een pelletposie. Maakt ook niet zoveel uit, omdat op het moment, dit is de eerste dag, en de tweede dag zullen we meer als genoeg Pikmin, zeg maar, kunnen verzamelen. Maar wat dus, zeg maar, heel belangrijk is, is om ervoor te zorgen dat we dus alle Pikmin bij elkaar hebben, zodat we dit ding mee kunnen nemen naar ons schip. Nou, kan ik jullie alvast vertellen, dit wordt geen daily... ja, tot we elke dag één dag één aflevering is. En dat heeft te maken met de volgende gimmick die dus, zeg maar, in dit spel zit. In de volgende aflevering komen we waarschijnlijk al de eerste tegen. Dat is namelijk een cave. Caves die zijn extra groot, extra lang. Sommige die zijn kort. Maar elke wereld heeft ook zo'n een keer zijn handje voor met caves. Waarin dat de tijd stilstaat en je dus geen tijdsdruk meer hebt. Dit wil zeggen dat op het moment dat we dus, zeg maar, een aflevering per dag zouden gaan doen, dat sommige afleveringen door kunnen lopen tot 2 uur en dat we dat niet gaan doen. Dus vandaar dat ik weer mijn trouwe stopwatch bij me heb om te kijken hoe lang dat een aflevering ongeveer is. Aangezien dat dit een tutorial dag is en we geen caves hebben, is dit dus wel dag 1, 1 aflevering. Maar ik denk dat de titel gewoon standaard batterij gaat worden. Dus, nou, als jullie nou eens eventjes een stukje sneller lopen met die batterij, dan zou dat... Ik wou dat ik een zweep bij me had! Nee, dat is een beetje te... Nou kun je dus, zeg maar, ook je Pokémon gelijk erop chargen. En hoe deed je daar hier ook alweer op? Dan moest je schudden of zo? Nee? Dan moet ik heel eventjes weten. Hoe deed ik dat ook alweer? Dus, want dan kon je zo. En dan moest je dus... Nee, niet zo. Niet zo. Maar we moeten... Ach, dat heette de Bumrush, heette daar. Dus... Oh, hoe deed ik dat nou ook alweer? Schud iets. Schud iets. Dat is de fluit. Ik weet niet meer hoe ik dat deed. Het is te lang geleden dat ik dit spel gespeeld heb. Volgens mij kunnen we alleen maar gooien. Kunnen we de Bumrush niet meer doen. Ik wil even kijken bij de controls, jongens. Geef me even een seconde. Ik kan niet vinden. Maakt niet echt zoveel uit. Normaal gesproken had je namelijk de optie dat je dus, zeg maar, alle Pikmin ergens op kon laten chargen of zo. Maar, of dat was alleen Pikmin 3, toen ik Pikmin 3 gewend ben. Maar goed, we hebben dus, zeg maar, de batterij. En die is 280 poko's waard, wat dus al bijna 3 jaar salaris is. En hun noemen het de Courage Reactor. Het is een batterij! Ja, het grappige is, bij elke treasure die we vinden, daar gaan ze een rare naam voor verzinnen. Dus dat kan nogal hilarisch gaan worden. Our first day of exploration has yielded our first treasure. We will be done in a record of time. I took the liberty of naming it when I appreciate it. The name reflects my current thinking. Oké, fijn voor je. Leave it to me to think up catchy names for hit products. It is but one of my many talents. Oh god, we hebben een schip met een eigen dunk. We shall end the first day here and report back to our president. His face will surely be joyous. However, to communicate with Hokuteto, we must fly in low orbit above the planet. Nou ja, gelukkig hoef je niet jouw ship parts te vinden. We will not return to the surface until morning, so as to avoid the indigenous noxious creatures. We hebben één vijand gezien. Ik bedoel serieus, we hebben één vijandje gezien.
de blijven. Today's report! Ja, die gaan we dus wel elke keer heel erg belangrijk krijgen. We hebben 280 poko's verdiend en voor de rest helemaal nog niks. Aangezien dat dag 1 is en een tutorial, en tutorials die zijn altijd nogal suf. We hebben 20 Pikmin erbij gekregen, er zijn er geen dood gegaan. Je ziet dat ze dood kunnen gaan door een battle, door fire, door water, elektriciteit, explosion, poison en natuurlijk door het einde van de dag. Dat zijn zeg maar de verschillende dingen die we dus zeg maar kunnen vinden. En we hebben een e-mail. You found your first bit of treasure! Fine work! Our future depends on your efforts! So check your treasure hoard regularly! I'll check up in often! Keep up the pace! Dat maak ik zelf light. Nou, we doen zeker 7, want ik ben zeker tevreden. En dat brengt me ook nog even iets bij. In caves kan het soms nog wel eens heel erg fout gaan bij sommige vijanden. Want caves die worden random gegenerate, maar daar komen we later op in. In ieder geval, dat was onze eerste dag. En morgen, of als dit morgen geüpload wordt, want we hebben 2 series, dan weet ik nog niet precies hoe dat gaat. Maar in de volgende aflevering van Pikmin, zal ik dan maar zeggen, gaan we terug naar de Valley of Repose. En dan gaan we het echte spel beginnen, want dan kunnen we eindelijk gaan beginnen met exploren. Ik dank jullie voor het kijken. Heb je een leukste momentje, of heb je nog vragen over deze Let's Play? Laat het weten in de reacties als je er tijd voor hebt. Laat een like achter voor deze Let's Play, als je er natuurlijk de tijd voor hebt. En ik hoop jullie morgen... Ik wou weer morgen zeggen, omdat het op een standaard lijn is, hè. Ah, stoute ik. Ik hoop jullie allemaal te zien bij de volgende aflevering. Bedankt voor het kijken, jongens. Doei!